ولا ساعة تملا عشرة كيتيلان ساعة تملا ده كمري ما بلطه لخدنا شيء إيقا أنا خلواتي ده ولو زرنا وبيوها باش زار الأرهاب يا ستار يا ستار
Proficiat. Dankjewel, dankjewel. Als je dat niet eens kan. Hallo, dat is mooi. Ja. Dank u. Hallo, hallo. Ja, goed. Dag jonge dames. Thank you.
Broeders en zusters, verwatte gatwata, alle van harte welkom. Voordat we de hand van de bruid aan de jonge heren hier kunnen geven, moeten we een paar vraagjes stellen. En jullie weten, het huwelijk is eigenlijk een inzegening van God, maar ook een zegen van de ouders naar de kinderen toe. En daarom willen we eigenlijk in de eerste plaats de hand van onze zuster Maxime vragen aan de ouders. Voordat we die dus kunnen toevertrouwen aan deze jonge man hier. En dus jullie kunnen nog altijd lezen, hè? Dat grapje. Maar, de ouders van Maxime, willen jullie vanaf vandaag de hand van Maxime aan Sargon geven met de bedoeling dat ze hun leven met elkaar zullen delen tot de dood hun scheidt? Ja. En willen jullie ook een zegen zijn voor hun en ook hun in het huwelijk sterken en de nodige raad en daad eigenlijk tot steun zijn tot, bij hun, voor hun? En dat jullie altijd met hun zullen zijn? Tuurlijk, ja. En Achronisem, Hatafaima, Achronisem, Maxime, meneer Dupevik, Gabluten na Patgabraat, de Beta, de Ganogen. ومدي ذات يوم نوخن جبويتن بيوتنا قوة وإن لا توريتنا بل أوبي راح بيشوتن ده شكل على ما قويتنا. إيه. أن يلي أنفار صارون أوك als een zoon des huizes van het leven. Kabluten naar Braat dat bij het oog nu doen. Oké, dan dank u. Dan kun je nu pas de schoonvader danken. En de schoonmoeder. En omgekeerd ook. Maxime, omgekeerd ook. Ja. En nu kunnen we. Of my Savior, we could ever wonder. My faith will
Yeah.